En de stichting 1 voor 12 heeft woensdag haar 9e woning opgeleverd in het district Para. Het huis heeft 2 slaapkamers en is gedoneerd aan Lena Peter en haar 3 zonen. De vrouw is al enige tijd slecht ter been en haar oude woning was dringend aan vervanging toe. Volgens Louis Vismalen, voorzitter van 1 voor 12, heeft zijn organisatie niet gedraald toen ze het bericht over Peter ontving. Hij zegt dat meerdere mensen, onder wie enkele assembleeleden en districtscommissaris Armand Jurel, een bijdrage hebben geleverd aan dit project. De oplevering van deze woning is voor Vismalen een grote mijlpaal, omdat het niet zonder slag of stoot is gegaan. Solisi, je ziet soms maken uit de ma. Gado heb ik al een maka. Wie speelt ons maar op het om maka? Ik dacht nee. En ik voel me sterk om vandaag te staan voor deze woning van mevrouw Peter. Ik ben trots dat we samen dit hebben kunnen neerzetten. Samen. En we bouwen goed, goed also. We bouwen aan kwaliteit also. Die mevrouw Peter, dat ze jaren mee kan gaan. Ik weet niet als later de DC een bijdrage kan leveren om de woning te verzekeren. Dat zijn situaties die zich vaak voordoen. Dus als misschien de gemeenschap kan bijdragen om de woning te kunnen verzekeren. Dat deze mevrouw veilig. En we hopen niet en we roepen het niet. Maar als de woning verzekerd is, dan weet u dat die voor x aantal jaren vrij zonder problemen mag zijn. Tot de dood. Dat uw kinderen ook straks van kunnen genieten. Maar nogmaals, dank aan het bestuur van dit gebied dat ze de plek hebben afgestaan aan mevrouw Peter. Parlementariër Patrick Kensenhuis is onder de indruk van het werk van 1 voor 12. Hij vindt het belangrijk dat mensen in nood geholpen worden. Voor districtscommissaris Armand Jurel is Vismalen de heilige Samaritaan. En ik denk dat dit moment een heel goed moment is. Naast goed ook een mooi moment. Dat we hier kunnen zijn om Lena Peter een geschenk te geven. We kennen de situatie in Sranang, toch? En het is goed als we solidair kunnen zijn met mensen. Als we mensen kunnen helpen. Vooral mensen die in nood zijn. Voor meneer Vismalen. Ik denk dat we hem vanaf vandaag hem kunnen benoemen tot de barmhartige Samaritaan van Suriname. Amen. En ik denk dat hij zoveel mensen beïnvloedt door zijn barmhartigheid, dat andere mensen ook getouched worden door de liefde voor zijn medemens. En we zien dus dat zoveel harten hier zijn geraakt door de liefde die de barmhartige Samaritaan, meneer Vismalen, geeft aan de bevolking in dit land. Dat is dus districtscommissaris van Para, Armand Jurel. En daarvoor zag u parlementariër Patrick Kensenhuis. De twee zijn blij met de donatie van de woning aan Lena Peter. Dit project is tot stand gekomen door tussenkomst van Stichting 1 voor 12.